Op vrijdag werd door bekende televisietuinman Rob Verlinde het Rozenplein dan officieel geopend. Op de woensdag daarvoor deelde hij gratis planten uit en gaf hij hier en daar wat groentips. Rob's grote tuinverbouwing hier in Tilburg. Wat gaat er hier nog allemaal gebeuren en wat gaat er nog gebeuren? Nou, ik zal je vertellen, er is al heel veel gebeurd. We zijn het hele Rozenplein zijn we aan het veranderen en dat is eigenlijk een plein geworden voor iedereen wat. Het is voor hele kleine kinderen, het is voor kinderen die willen voetballen, het is voor kinderen die willen ravotten, maar het is ook voor ouderen. We hebben zelfs speeltoestellen voor senioren neergezet en we hebben een hele tuin voor senioren gebouwd. En eigenlijk is de bedoeling dat iedereen wat vindt op dit plein. Ik ben ondertussen hier bezig op het Rozenplein. Heel enthousiast publiek. Ze zijn heel erg blij met het plein wat we aan het maken zijn. Dat is ook de bedoeling. En nu zijn we hun leren hoe je met plantjes om moet gaan. En we geven ook nog een plantje cadeau. Hoe vind je die? Ja, zo is het toch? Jullie zijn toch blij? Ja! Laat horen dan! Oké! Okay. Nou, best zonde. En je bent hier aan het uitdelen. Ik zal je vertellen wat ik heb gedaan. Ik heb een roadshow gegeven en heb ik iedereen plantjes gegeven. Ik heb iedereen enthousiast gemaakt. Gaat ook thuis aan de gang met plantjes, ook de bedoeling. Want als je dan thuis met die plantjes aan de gang hebt, dan heb je ook veel meer respect voor het plein. Want het plein willen we mooi houden. Ja, ik zal opletten waar ik loop. Goed zo. Nou, het is een gebruiksplein, hè. Zo pijnlijk is het ook weer niet, maar het moet natuurlijk een mooi plein blijven. En dat is ook de bedoeling. Ze zijn er reuze blij mee. Ze willen zelf een onderhoudsploeg gaan vormen om het te gaan onderhouden. Dus dat is al een compliment, hè. Zo. Kijk eens even wat mooi. Hier er nog eentje in. Nou, we er precies nog eentje over, want anders zijn ze allemaal op. Zo. Moet je even kijken, ga even je mooi bakje opvullen. Weet je wat ik er namelijk in ga zetten? Gooi hem op de grond zitten. Je bent alleen. Ik ga deze erin zitten. Weet je wat dit is? Dat is een skimmia, maar dat is een hele bijzondere. Want als je goed gaat kijken, heeft deze skimmia dit bont blad. Kom jij ook vaak in Tilburg? Ik zou je vertellen, dat weet ik nooit waar ik terecht kom. Want de mensen sturen allemaal mails naar ons programma en het wordt door de redactie uitgekozen en dan zie je hem op een gegeven moment verschijnen. Maar heb je niet stiekem iets met Tilburg? Nou, ik zou je vertellen, een compliment voor een van de buurtbewoners hier. Die is naar de gemeente Tilburg gegaan. Die is er gaan praten en die zei op een gegeven moment, ik wil gewoon dat Rob dit gaat doen. En toen heeft de gemeente Tilburg het initiatief genomen. En die heeft gezegd, we gaan Rob benaderen op een hele bijzondere manier. Ik ben ook op het stadhuis geweest. Ik heb met de wethouder gesproken. En die zei op een gegeven moment, we gaan dit gewoon doen. En dat, moet ik zeggen, is een compliment voor de gemeente. Want dat was heel doortastend. Daarom sta ik hier. Hartstikke bedankt.